Je moet helemaal niet bang zijn om uh, je eigen weg te zoeken en, en je eigen verhaal te vertellen. Hoe afwijkend of excentriek dat voor sommigen ook mag zijn. Voordat je het weet, is het iets dat door iedereen aanvaard wordt en het is heel normaal. Soms zeggen ze dat, dat mensen in de wieg gelegd zijn om iets te doen. Blijkbaar was dat bij mij iets met communicatie, um, van kind af aan. Uh, Stond ik toch wel op, op podia, uh, zowel theater als uh, ja, wat, wat improviseren en, en dat soort zaken? Blijkbaar zit dat ergens in mij. Ik heb, uh, ik heb eerst filmschool gedaan op Trit uh, in Brussel en daarna heb ik communicatiewetenschappen gestudeerd aan de, aan de VUB en daarna nog een, een managementopleiding. Dus eigenlijk een cocktail uh, van, van opleidingen die elk wel iets te maken hadden met, met communicatie, met media, met, uh, met visueel. Uh, Visuele communicatie. De communicatie die mij vooral boeit, is om iets in beweging te zetten of om toch iets ten goede te veranderen in de samenleving. En ik geloof nogal in conversational leadership, waarmee ik bedoel dat, dat je leiderschap kan, kan creëren, kan kweken, zowel voor merken als voor personen, om um, echte verhalen te vertellen die mensen kunnen aanspreken vanuit, vanuit een soort buikgevoel, een bepaalde emotie, een bepaalde community kan dat zijn, een bepaalde gedrevenheid aanspreken. Uh, ja, waar mensen wel iets in zien. En in conversational leadership um, zie je toch dat het vaak een combinatie is, een mix van enerzijds zelf een, een thought leader, een opinieleider uh, worden en een bepaalde uh, thema claimen en daar uh, vanuit jouw expertise interessante dingen rond vertellen. En anderzijds ook de, de instrumenten daar rond ontwikkelen, zodat mensen jou vinden, dat ze met jou kunnen gaan praten, dat je feedback, reacties kan, kunt geven en dat je op die manier een soort uh, verhaal opbouwt. Dus ik denk dat je dat ook kan doortrekken naar, naar bedrijven of naar merken, dat uh, de mensen erachter, de experten, de deskundigen, die achter die merken zitten, als je die op de voorgrond plaatst en die hun verhaal laat vertellen en uh, die laat uitgroeien tot een opinieleider, dat dat veel sterker is. Zeker ook als je dat op het vlak van social media gaat bekijken, dan dat je dat uh, door grote campagnes en commerciële acties gaat doen. Laten we het voorbeeld nemen van de rode duivels, die momenteel heel populair zijn. En waar eigenlijk de, de opinieleiders, de rode duivels zelf zijn. Hè. Vincent, Vincent Company wordt echt naar voren geschoven als het gezicht, als de ambassadeur van zijn eigen team. En dat is natuurlijk veel krachtiger, veel authentieker, veel geloofwaardiger dan dat een woordvoerder van de, van de voetbalbond zou komen vertellen. Hoe goed de rode duivels wel bezig zijn. Het hangt vooral af van de manier waarop je dat doet. En daar hebben nog veel um, bedrijven, heel veel merken, slaan daar de bal mis. Ze proberen nog te veel um, te verkopen en te weinig te vertellen. Terwijl vertellen, de dag van vandaag en ook naar de toekomst toe, veel belangrijker gaat worden dan verkopen om um, connectie te maken met, met mensen en, en ervoor te zorgen dat je gehoord wordt en reacties krijgt. En een bepaald soort community en fans worden opgebouwd rond waar je mee bezig bent. En wat dat belangrijk is om in te zien, is dat alles draait rond conversaties. Um, en dat mensen zelf merken worden. En dat je merk wordt door, door conversational leadership. Door uh, een sterk verhaal te brengen dat authentiek is. Door jezelf te blijven en, en te vertrekken vanuit jouw passie. Klinkt misschien um, heel eenvoudig, maar dat is het niet. Het is niet zo dat je gewoon een. Een camera en een microfoon nodig hebt en jouw eigen mensen eens gaat interviewen en hun verhaal laat vertellen. Zo simpel is het niet. Ze hebben daar wel wat begeleiding bij nodig. Um, en iedereen heeft daarvoor de middelen of de ervaring of, of uh, ja, soms ook het budget om dat professioneel te doen. Die wil ik een duwtje in de rug geven. En zorgen dat hun verhalen, um, hun persoonlijke verhalen die ons kunnen inspireren... Dat die alle kansen krijgen. En ik merk dat daar toch, toch heel wat vraag naar was. En daar ben ik er zeker van dat we uh, er in Vlaanderen en ook in België heel goed voor staan wat betreft uh, thought leaders, opinion leaders en, en uh, conversational leadership in het algemeen. Ze gaan nog van ons horen.